Meer dan 3/4 van de zwangere vrouwen medicatie gebruiken. En toch weten we eigenlijk nog niet zo heel veel over geneesmiddelen specifiek bij zwangeren. Het Radboud UMC gaat onderzoek doen naar de dosering van medicijnen bij zwangere vrouwen. Samen met andere organisaties gaat het Nijmeegse ziekenhuis de resultaten publiceren op een platform. Zodat artsen en apothekers hier hun voordeel mee kunnen doen. Wetenschappelijke inzichten over medicijngebruik tijdens de zwangerschap is er nu nog te weinig, zeggen deskundigen. De reden dat het nodig is, is dat meer dan 3/4 van de zwangere vrouwen medicatie gebruiken. En toch weten we eigenlijk nog niet zo heel veel over geneesmiddelen specifiek bij zwangeren. In de bijsluiter van een geneesmiddel staat nu vaak niet gebruiken tijdens de zwangerschap. Dat is omdat wetenschappelijke kennis ontbreekt. Fabrikanten zijn niet verplicht om uit te zoeken wat de beste hoeveelheid is tijdens de zwangerschap. Dit initiatief is daarom nodig om de beste dosering te bepalen. Moet een bepaald medicijn bij een zwangere vrouw in kleinere hoeveelheid worden toegediend, minder vaak, minder lang of juist het tegenovergestelde? Het is belangrijk omdat we weten dat het lichaam van een zwangere vrouw verandert ter ondersteuning van de groei en ontwikkeling van haar kind. Je hart en nieren gaan harder werken, je lever werkt net anders, waardoor medicijnen zich anders verspreiden in het lichaam en misschien anders worden afgebroken. Dat kan betekenen dat je misschien een andere dosering nodig hebt in de zwangerschap als je een goede effect wilt behalen. De resultaten worden op de website van bijwerkingencentrum Lareb gezet. Het is een website die bedoeld is voor zowel zorgverleners als zwangere vrouwen. Ik hoop dat artsen naar deze website gaan en dit zien en ja, dit daardoor sertralin de juiste dosering gaan voorschrijven. En ook dat zwangeren zelf meebeslissen, omdat wij weten dat ze het toch belangrijk vinden, omdat ze goed snappen wat er gebeurt met hun lichaam en hoe dat invloed heeft op de dosering die ze nodig hebben.